Merijndochter... Ja, heb ik nou nog steeds geen Wikipedia pagina? Doe er wat aan! Hoi, ik ben Merijn van Bright. Wikipedia is de enige website in de top 10 van websites in de wereld... ...die niet eigendom is van een groot techbedrijf. Twintig jaar geleden is het ontstaan en het viert deze herfste verjaardag door geld op te halen. En waarom doen ze dat? Nou ja, omdat Wikipedia dus geen bedrijf is en volledig afhankelijk is van donateurs. In deze video ga ik je vertellen hoe Wikipedia werkt, hoe betrouwbaar Wikipedia is, hoe belangrijk Nederland is voor deze website en welke rol kunstmatige intelligentie gaat spelen in de toekomst. Maar eerst, hoe zorg je ervoor dat je nog 20 jaar naar Bright kan kijken? Nou, dat kan heel simpel door je gratis te abonneren op dit YouTube-kanaal. Je kan ons ook volgen op Instagram, daar houden we alle technieuws bij en vatten dat mooi voor je samen. En op TikTok zie je alle gadgets die langs deze redactie komen, want daar pakken we ze uit. Maar goed, laten we nu verder gaan met deze video. Wat is Wikipedia ergens? Nou, het is een encyclopedie. En zo zag dat er vroeger uit. Er zijn veel van deze. Oh my god. Boeken met kennis dus over van alles en nog wat. En als je iets wilde weten, ja, dan zocht je dat op in die boeken. En had je geen encyclopedie thuis, dan had je pech. Dan moest je helemaal naar de bibliotheek. Begin jaren 90 kwamen de eerste cd roms uit met encyclopedie erop. En ook dvd's later met encyclopedie erop. Zelfs Microsoft heeft ooit een eigen encyclopedie gehad, de Ancarta. Komt al iets in de buurt van wat we nu kennen hè, van Wikipedia. Maar goed... Hij verouderde wel snel en als je dus up-to-date informatie wilde, moest je dus weer zo'n nieuw CD-rommetje kopen. Gelukkig was daar in 2001 Wikipedia. Wikipedia startte met het idee van deze man, Jimmy Wales. Wikipedia, on the other hand, begins with a very radical idea. And that's for all of us to imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge, and that's what we're doing. So Wikipedia you just saw the little demonstration of it. Uh it's a freely licensed encyclopedia, it's written by thousands of volunteers all over the world in many, many languages. So anyone can quickly edit and save and it goes live on the internet immediately. In het begin werd Wikipedia met heel veel sceptisch ontvangen. Hoe kan een website die gerund wordt door vrijwilligers betrouwbaar zijn en goede informatie leveren? Ik mocht bijvoorbeeld tijdens mijn studie nooit Wikipedia als bron gebruiken. Toch kregen de traditionele Ensclopedieën het al snel aan de stok met Wikipedia. Het bekendste verhaal is dat misschien wel van de Britannica Ensclopedia, een uitgave die al sinds de 18e eeuw bestaat, maar uiteindelijk dus ze meerdere moest erkennen in Wikipedia. In 1999 ging de Britannica nog mee met zijn tijd. De hele encyclopedie werd online gezet en voor iedereen gratis toegankelijk. Maar vanaf 2001 ging encyclopedie ineens achter een betaalmuur en dat was precies het jaar dat Wikipedia opstond, wat gelijk een heel groot voordeel had, namelijk dat het wel gratis was en voor iedereen toegankelijk. Maar de echte klap kwam pas in 2005 toen het wetenschappelijke tijdschrift Nature een artikel publiceerde waarin stond dat wetenschappers hadden ontdekt dat Wikipedia minder fouten bevat in bepaalde artikelen dan de Britannica. En dat dus Wikipedia betrouwbaarder is. Britannica ging natuurlijk nog in protest en wilde dat Nature het artikel terugtrok, maar de headlines waren al gemaakt. Wikipedia kon vanaf dat moment gezien worden als een betrouwbare bron. Zeker voor je eerste snelle onderzoek, natuurlijk. Maar er zijn ook situaties te bedenken waarin Wikipedia helemaal niet zo betrouwbaar is. He, bijvoorbeeld als het gaat over onderwerpen die gaan over betwiste gebieden, zoals de Palestijnse gebieden, Kashmir bijvoorbeeld of de Krim. In verschillende talen kan je dan verschillende versies van de waarheid lezen. Maar er wordt aan een oplossing gewerkt. Hoe dat precies zit, vertel ik je zo. Wikipedia kent op dit moment zo'n 55 miljoen verschillende lemma's of onderwerpen in meer dan 300 verschillende talen. In het Nederlands zijn er 2 miljoen van dat soort lemma's, maar elke dag komen daar 150 nieuwe lemma's bij. Misschien ook een keer die van Merijn. Zou leuk zijn, toch? Het aantal Nederlandse pagina's is daarmee nummer 6 in de wereld. Best knap, toch? Na Engels, Cebuano, Zweeds, Spaans en Frans. Al die lemma's worden geschreven door 280.000 vrijwillige redacteuren. die gemiddeld elke 1,9 seconden iets aanpassen in de wereldwijde encyclopedie. En dat werk wat ze doen is niet voor niets, want Wikipedia wordt per maand door 1,5 miljard verschillende apparaten geraadpleegd. Ja, en hoe zit het nou met dat Cebuano? Cebuano is een taal die wordt gesproken op een paar eilanden in de Filipijnen. Zo'n 16 miljoen mensen spreken die taal. Maar hoe kan het nou dat die taal zo hoog staat in de ranking? Nou, dat heeft alles te maken met een binnenlandse strijd binnen de Filipijnen. Op de Filipijnen worden allerlei verschillende talen gesproken. En op een gegeven moment dat iemand die Cebuano spreekt, een bot gemaakt die automatisch andere Wikipedia-artikelen vertaalde naar het Cebuano. Iemand anders die een andere taal sprak op de Filipijnen, die zag dat en die dacht, oh, ik maak ook een bordje die allemaal Wikipedia-pagina's maakt in mijn taal. En uiteindelijk gingen die twee bots dus een strijd met elkaar aan wie de meeste artikelen kon schrijven. Gewonnen door Cebuano. En die bots zijn trouwens ook de reden waarom Zweeds zo hoog staat in die ranking. Want Zweeds is eigenlijk nog een kleinere taal dan Cebuano. Slechts 9,3 miljoen mensen spreken die volgens Wikipedia. Maar bots hebben ervoor gezorgd dat er heel veel Zweedse Wikipedia artikelen staan. En dat is ook de reden waarom Nederland op nummer 6 staat. Ook Nederlandse bots zijn super actief op Wikipedia. En bots doen nog veel meer op Wikipedia. De vrijwilligers die de website bijhouden, worden geholpen door bots die allerlei vervelende klusjes voor ze opknappen. Zoals ze controleren op spelfouten bijvoorbeeld. Ook kunnen ze van bepaalde woorden automatisch linkjes maken naar andere onderwerpen op Wikipedia. Zodat je lekker kan doorklikken als je iets niet begrijpt. En ook houden ze in de gaten of een bepaald onderwerp niet op een beetje dubieuze wijze wordt aangepast. En dan kan er een alarm afgaan en kan een vrijwilliger van Wikipedia even checken. Of alle informatie die bij het onderwerp is toegevoegd door iemand wel klopt. 30% van alle aanpassingen op Wikipedia wordt inmiddels door bots gedaan. En het grappige is dat sommige bots andere bots weer corrigeren. En dan ontstaat er een soort van battle die volgens Britse wetenschappers soms wel jarenlang kan doorgaan. Voor de meeste gebruikers is Wikipedia natuurlijk gewoon een kennisbank waar je allerlei informatie kan ophalen. Maar voor de vrijwilligers die voor Wikipedia werken voelt het vaak ook als een sociaal netwerk. Waar je discussies kan voeren over bepaalde onderwerpen, waar je in aanzien kan stijgen en waar zelfs, volgens de New York Times, af en toe relaties ontstaan. Dat wist je nog niet, hè? En dat het een sociaal netwerk is, heeft ook zijn donkere kanten. Zo worden discussies vaak een beetje onaangenaam en ontaarden ze in dreigementen, bijvoorbeeld. En omdat sinds de start van Wikipedia Wikipedia vooral wordt gevuld door mannen met een technische achtergrond, ontstaat er af en toe ook een tikkie vrouwonvriendelijk sfeertje. Inmiddels zijn er vijf van die Wikipedia-vrijwilligers vanwege onvriendelijk gedrag geblokkeerd. Een ander gevolg hiervan is trouwens dat Wikipedia nogal mannelijk is in de onderwerpen en de dingen die worden beschreven, maar ze hebben nu een nieuw project gestart. Rewrite heet dat. En daarmee proberen ze meer vrouwen op de voorgrond te laten treden in de onderwerpen die op Wikipedia staan. En dan de toekomst van Wikipedia. Nou, Wikipedia heeft één groot probleem om te tackelen. En dat is namelijk dat alle informatie die er op de. ...lezen is, niet goed verdeeld is over alle talen. In het Engels is veel meer informatie beschikbaar dan in het Fries bijvoorbeeld... ...of een andere exotische taal. En dat willen ze recht gaan trekken. Zo is het bijvoorbeeld zo dat als stel dat Rotterdam een nieuwe burgemeester krijgt... ...ik hoop het niet, want ze hebben nu de beste van de wereld... ...dan wordt dat natuurlijk supersnel aangepast in het Engels en in het Nederlands waarschijnlijk. Maar in het Cebuans waarschijnlijk niet. Dat kan wel jaren duren voordat iemand op de Filipijnen denkt... Oh ja, Rotterdam heeft een uh, nieuwe burgemeester. Ik zal het eens even updaten. In augustus heeft Wikipedia een project aangekondigd dat dit zou moeten oplossen: dit probleem. Wikifunctions heet het. En waar het uiteindelijk voor moet gaan zorgen is dat als een onderwerp in een bepaalde taal wordt aangepast, geüpdate wordt, dat dat automatisch in alle andere talen waarin dat onderwerp te krijgen is, ook gelijk wordt aangepast. Het doel is uiteindelijk om ervoor te zorgen dat het niet uitmaakt in welke taal je Wikipedia bezoekt, maar dat je altijd dezelfde up-to-date informatie krijgt. Maar dat is wel lastig, want ik had het net bijvoorbeeld over die betwiste gebieden, zoals de Palestijnse gebieden of Kashmir bijvoorbeeld. Ja, wat ga je daar dan doen? Nou, dat is nog een probleem wat Wikipedia moet gaan tackelen. Ja, en dan komen we bij de onafhankelijkheid van Wikipedia. Wikipedia probeert zo onafhankelijk mogelijk te blijven. Al zijn ze natuurlijk wel afhankelijk van al die vrijwilligers die al die lemma's moeten bijhouden. Wikipedia zelf heeft maar 400, 500 man op de loonlijst staan die ze betalen. De rest is vrijwillig. Vergelijk dat maar eens met Facebook en Google bijvoorbeeld. Die hebben tienduizenden werknemers. Dat Wikipedia onafhankelijk wil zijn blijkt ook wel uit de software die ze bijvoorbeeld gebruiken. Het CMS is open source, de videoplayers die ze gebruiken zijn open source. En ook de software die draait op hun servers is open source. En over die servers gesproken, het is niet zo dat ze clouddiensten inkopen bij Amazon of Google of Microsoft. Nee, ze hebben hun 2400 eigen servers staan in eigen datacenters op vijf verschillende plekken in de wereld. En het leuke is, een van de meest druk bezochte datacenters van Wikipedia. Staat hier in Nederland. Dus 50% plus of all traffic to Wikipedia goes through our European Data Center, which is currently in Amsterdam. That is a single point of failure if you want to get into tech talk. En binnenkort komt er nog een datacenter in Europa bij. Want je begrijpt ook wel dat als Amsterdam er om een of andere reden ineens uit ja, dat Wikipedia wel een probleem heeft. Natuurlijk kost het in de lucht houden van zo'n grote site heel veel geld, en de foundation achter Wikipedia heeft ook best wel wat geld. Het laatste cijfer wat ik kon vinden in hun financiële rapporten was 190 miljoen dollar aan cash, en dat klinkt als heel veel, maar toch komen ze daar liever niet aan, want ze zijn bang dat als er straks bijvoorbeeld een economische crisis ontstaat of er gaat iets mis, dat mensen minder geneigd zijn om geld te doneren, en dan willen ze dat geld achter de hand houden. Vandaar dat je altijd wordt kapot gespamd met banners waarop staat. Wil je alsjeblieft doneren aan Wikipedia? Want ze willen ook geen advertenties plaatsen, want dat zou hun onafhankelijkheid in de weg zitten. In 2020 haalden ze zo'n 120 miljoen dollar aan donaties op in totaal. Maar de kosten voor die hele site zijn 112 miljoen dollar per jaar. Dus dan begrijp je ook wel een beetje dat ze die 190 miljoen graag achter de hand houden, want dat is maar net genoeg om de site een dik anderhalf jaar in de lucht te houden. Ik ben heel erg benieuwd, heb jij wel eens gedoneerd aan Wikipedia of iets bijgedragen aan een van de onderwerpen die je op Wikipedia kan vinden? Laat het me weten in de comments. Geef een duim omhoog als je de leuke video vond. Je helpt ons enorm door te abonneren en dan hoop ik je in de volgende video weer te zien. Bye!